Schaap. Ik word ingehaald door een fiets. En ik rijd die ene soort van aan. Aanraken? Niet doen. Aanraken? Yo vriendjes, welkom bij een nieuwe video. Ja, ik zit in de auto. De GoPro kan elk moment vallen. Alvast sorry daarvoor. Ik ben onderweg naar de laatste onderdelen voor de MT. En dan is die gewoon af. Dan is die compleet. Dan is die matchend met de R7. Dat ding wordt echt bizar straks. En dat zijn de stuntbeugels. Ja, en die stuntbeugels die zijn nog niet af. Ik ben nu onderweg naar Brother Coating. We laten ze coaten bij hun. Super goede zaak. Hele vriendelijke mensen. Werken hard, werken snel. Zoveel toeristen. Aan de kant. Lekker veel file. Mensen hebben bloemetjes gekeken en gaan nu weer allemaal naar huis. Dus ja, dat. Maar dat ging niet vertellen. De beugels moeten nog eens... Een error. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Ze moeten nog... GoPro. Kom eens terug. Ze moeten nog gecoat worden. We gaan dat daar doen. En ja, ze hebben de kooi van de R7 gedaan. Die heb ik al wel beschadigd. Daar praten we niet over. Dat is een andere kant. Waar ik het liever niet over heb. Over dingen die ik stuk maak. Maar ja, dus Brother Coating. Daar zijn we naar onderweg. Dat is in Almere. Uurtje rijden met de file. En daar mogen we een kijkje achter de schermen nemen. En ik ben heel benieuwd. Ik weet dat coating veel werk is. En vervelend werk weet ik niet. Hij gaat ons laten zien hoe hij het verder gaat coaten. Als het goed is, is de lak er nu af. Ik durf het niet precies te zeggen. Ik ben daar niet gespecialiseerd in. Zij gelukkig wel. Dus zij gaan straks alles uitleggen. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe die MT straks naast de R7 eruit ziet met dezelfde beugels. Dat is wel echt bizar, denk ik hoor. Dat is echt ziek. En als we dan straks nog een show ooit kunnen geven. Ja, dat is voor mij wel een droom die uitkomt. Ik word zelfs ingehaald door een fiets. Wat? Ik word ingehaald door een fiets. Kijk, het is dat ik die beugels mee moet nemen. Anders had ik ook gewoon, Dylan gepakt. Ik zweer, ik had gewoon Dylan gepakt. Maakte me echt niet... Oh, ik ben klein achter dit stuur. Hallo. Oh. Doei, bedoel ik. Alles staat vast. Haha, dit staat niet vast. Meeuw. Oké, jongens. De GoPro gaat schuiven in 3, 2... Ah, er zit ze in mijn oog. Hé, hey, niet nu. Ah! Op het beste moment gaat er altijd iets in je oog zitten, weet je wel. Oké, maar ik ga even auto rijden. Want het rijdt nu. Eindelijk. Oh, er wordt een bejaarde voor gelaten. Maar daarna rijdt het. Doedels! Oké, we zijn er bijna. Ik ben 2 minuten van hun verwijderd. Maar wat de f***? Er gebeurde net echt zielig ook. Ik rij hier op de snelweg. En ik zie 2 eenden op mij afkomen. Maar ja, ik kan niet afremmen. Het gebeurde super snel. En ik rij die ene soort van aan. Het was gelukkig tegen de bovenkant van de bus. Maar het klonk echt heel zielig. Het waren er ook echt 2. Dus ik voel me echt heel kut. En ik denk dat die automobilist achter mij ook dacht oef. En ik dacht ook oef. Ah. Nou, ja, ik kon niet echt remmen of zo. Nou, je leert ook met lessen dat je niet mag remmen voor dieren, omdat je dan gevaarlijke situaties creëert. Maar ze gingen net over. Ik denk, nee, oké. Ik had geen keus. Het gebeurde. Ik denk niet dat we schade hebben. Ik hoop het. Ze waren niet dood, volgens mij, want ik keek in de spiegel. En ik zag ze niet op de grond liggen of zo. En ik zag ze ook niet meer vliegen. Dus ik weet niet waar ze zijn. Ze kunnen niet op het dak zitten. En zowel is dat echt heel nasty. Nou ja, we gaan het zo zien. Maar we zijn er en ik ben heel benieuwd daarnaar. Maar oh my god, die eenden waren echt heel zielig. Ik heb ook nog... Oh nee, GoPro, kom terug. Ik heb ook nog nooit een dier aangereden en dat wil ik ook niet. Dus dit was voor mij mijn eerste soort dingetje met een dier en een auto. Oké, laten we even kijken. Ja, dat was echt wel heel zielig. Oké, gelukkig niks. Ben ik ook wel blij mee. Anders was het echt heel vies geweest. Is dat wel bloed? Oh, ik weet niet. Het is gewoon heel vies. Nee, ik zie niks. We gaan even de jongens van Brother Coating bellen. En dan gaan we zien hoe het is met de beugels. Yo vriendjes, we zijn bij Brother Coatings binnen en ze hebben bizar apparatuur. Ik heb geen idee wat het allemaal doet. Gelukkig heb ik daar ook geen verstand van, anders zou ik dit werk misschien wel doen. Maar hij is nu nog even druk, hij is even bezig voor een klant. Maar ik heb onze spullen al gezien. Ze lagen hier, ik weet niet meer waar ze in zijn. Ze hangen daar. Kijk. Ik had ze zelf nog niet gezien,
Maar dit zijn de beugels voor de MT-07. Ik dacht dat ze hetzelfde eruit zouden zien als de beugels voor de R7. Maar ze zijn toch anders. De R7 is wat langer ook. En volgens mij is deze constructie wel hetzelfde als de R7. Daar een subcage hangen. Oh, en het middenstuk voor de engine cage. Dit is de subcage. Dit is nu blanke lak, dacht ik. Hij heeft helemaal gestraald. Maar dit is ook wel een mooi kleurtje. Het heeft geen kleur. Ik denk niet dat je het kleur mag noemen. Het is gewoon staal. Waar ben je verstopt? Oh, hier. Kan je vangen? Hallo, welkom bij Boas. Ik ben van Brother Coating. Welkom in de zaak. We gaan vandaag, wat gaan we doen? De beugels. Het was heel druk op de zaak, echt belachelijk druk. Dus het gebeurt allemaal een beetje tussendoor. Het is ook niet heel mooi opgeruimd. Normaal heb ik alles helemaal strak, maar vandaag is het even wat het is. Wat we nu gaan doen, de beugels zijn gestraald, ontlakt. Dus eerst ontlakt, gestraald. Zaten op een aantal dingen nog wat schades, die heb ik er even uitgeschuurd. Daarna dus netjes gestraald. Wat we nu gaan doen, overwarmt op. Die is bijna op temperatuur. Die is op temperatuur. En wat we nu dus verder kunnen doen is dat ik het pistool even schoon ga maken. Want daar zit nu zijdeglans zwart in. En dat moet dus neongroen. Dus ja, ik ga de spullen even afblazen zodat het stof van de delen is. En dan het pistool even kort schoonmaken. En dan kunnen we de eerste laag leggen. Daarna komt er nog clearcoat met glitters over. Dus top. Gaan we beginnen. Ja toch, komt ie. Hij is dus nu eigenlijk gewoon die tweede laag erop aan het zetten. Want op een of andere manier wilt de coating graag bij de randjes wegkruipen. En door er twee lagen op te zetten, zie je dat eigenlijk niet meer. Als je één laag zou zetten, zou je het op een gegeven moment zien. Dat er geen coating op sommige plekken zit. Kort door de bocht gezegd dan, hè. Zo, daar hangen ze dan. De beugels. Nee, ze moeten nu drogen. Ze zijn nu rond 250 graden wat op dat ding staat. Iets minder, maar ze moeten rond de 40 graden zijn. Hij heeft zojuist de beugels in de oven gehangen met de coating die hij erop heeft gespoten. Nu is de coating iets gesmolten. Je ziet een beetje dat het mat is. Ik weet niet of je het op de camera ziet. Terwijl het een beetje mat is slash gesmolten, kan hij die hoekjes die niet goed geraakt zijn of wat een beetje gekrompen is, dus waardoor er minder coating op zit, kan hij die weer een beetje coating geven. En dat heeft hij ook gedaan. Nu zijn ze dus aan het drogen. Hij gaat zo meteen een tweede laag eroverheen gooien. En daarna is het weer wachten tot het afgekoeld is. En dan de glitters. Moeten wel glitters hebben, kom op. Beetje gay is oké. Ik hoop dat ik het goed zeg hoe dit allemaal gaat. Er zullen vast wel dingetjes zijn die ik heb gemist. Maar het is wel bizar. Het zijn ook echt bizar grote machines, zeg dat wel. Oh, ik heb zo echt de neiging om dit aan te raken. Oh, 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 oh. Nee, niet doen, Jill. Niet doen. Ik ga aan Stijn laten zien hoe ver we zijn. Neem op. Hey, lieverd. Kijk. We hebben hier zo de beugels. En weet je wat ik nou heel graag wil doen? Aanraken? Aanraken? Niet aanraken. Super
onze coating meneer Boas die haalt eerst de lak ervan af. Daarna gaat het in de oven, want dan wordt het wat warmer het staal. En dan hecht de coating goed. Dan spuit hij het even onder met de coating. Bij ons is het dan groen. Dan stopt hij het weer terug de oven in. Dan haalt hij het er weer uit. Een aantal minuten is dat. Gaat hij even kijken waar de verf weggetrokken is. Stipt hij dat bij. Stopt hij het weer terug de oven in. Nou ja, dan is het wel even wachten tot het goed heet is. Het is nu goed heet geweest. Dus hij heeft het nog een keer even ingespoten. En nu gaat het echt terug de oven in. En het zit nu ook in de oven. We moeten een uurtje wachten ook. Want nu smelt die hele coating om het staal heen. En ja, blijft het gewoon lekker goed zitten. Bij die andere ook. Maar daar was het nog niet helemaal warm genoeg. Je zag nog dat het een beetje mat was. En over een uurtje dan is het klaar. En dan kunnen we de clearcoating eroverheen doen. Dat is een glittercoating. En dan wordt hij super. Niet gay, dat wilde ik niet zeggen. Dan wordt hij gewoon weer heel mooi, net zoals bij de R7. Ik ben heel benieuwd hoe het eruit gaat zien. We zitten nu in een wasserette. Je moet het zelf doen, zo'n wasbox. We gaan even het bloed van de ene eraf halen. Ik hoop niet dat het bloed is, maar oké, ik ga het ook niet filmen. Ijoel! Zo, het autootje is weer lekker schoon. We gaan weer richting Brother Coatings. Kijk eens aan, netjes ingepakt, klaar om gemonteerd te worden. Bedankt in ieder geval allemaal voor het kijken. Leuk dat je er was. Leuk dat jullie ook mee konden kijken in de zaak. Ik hoop dat jullie wat van opgestoken hebben. In ieder geval heel veel plezier met de spullen en tot het volgende project. Toppie, fijne avond.